Ja, ik voel me gewoon af en toe een afhaal-Chinees. Ja, een doorgeefluik van informatie, dat ben ik eigenlijk, vrienden. Want heel veel mensen schrijven mij natuurlijk met van alles en nog wat. En dat geef ik dan soms aan jullie door. Maar nu kreeg ik een berichtje en ik dacht bij mezelf, ho, 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 ho. En dat kwam eigenlijk naar aanleiding van dat ik had verteld dat er zoveel meer asielzoekers zijn die overlast bezorgen. Ja, en ik kreeg een bericht, het heel kort berichtje was het maar. Heel kort. Maar ik schrok er zo van dat ik dacht, ik moet dat jullie gelijk doorgeven. Het was weer van een beveiliger. Weer iemand anders dan de beveiliger in Ter Apel, waar ik ook wel eens over heb verteld. Dit is gewoon een beveiliger en die schreef aan mij, luister Harry, wij worden heel vaak gevraagd om te komen werken in Ter Apel. Dat vragen ze aan mij en dat vragen ze aan mijn collega's. En die weigeren, keer op keer, weigeren ze om daar te gaan werken. Kan je nagaan? Beveiligers die gewoon weigeren om daarheen te gaan. En wat doen ze dan? De laatste tijd bieden ze steeds meer geld. Ja, als je maar alsjeblieft in Ter Apel gaat werken. En de beveiligers die blijven weigeren. Hoe vind je die? Want, dat was de laatste zin, niemand durft naar Ter Apel te gaan. Nou vrienden, is dat nou even wat? Beveiligers die opgeleid zijn met geweldssituaties om daarmee om te gaan. En getrainde mensen die niet naar Ter Apel durven te gaan. Kan je nagaan? Het is veel, veel erger daar dan wij maar vermoeden. Ik heb het al een paar keer gemeld. De gewone media, die beginnen nu ook een beetje dat te vertellen. Maar het is veel en veel erger. Ter Apel is één grote puinhoop.